Hi, het is Tim hier. Dit is even een korte video om je een klein gek trucje te geven om je ex makkelijker of sneller te vergeten. Want als je liefdesverdriet hebt en je probeert over je ex heen te komen of je probeert over een man heen te komen waar je gek op was, dan zijn er heel veel manieren om het op te lossen. Er is één trucje wat ik gevonden heb wat heel goed werkt is als je op dit moment in die rotsituatie zit en als je op dit moment heel veel pijn hebt. Kijk, want je weet de beste manier om over liefdesverdriet heen te komen is door positieve dingen te doen, dingen die je energie geven, want het kost veel energie. Verdriet zuigt energie uit je, maakt je moe en lusteloos. Dus je hebt eigenlijk dingen nodig die je energie geven. En daarnaast heb je afleiding nodig. Je bent er niet bij gebaat als je je focust op het verdriet, als je het verdriet meer voeding geeft, als je er meer energie in steekt en het groter maakt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger voor. Dus je hebt positieve energie nodig om het te kunnen verwerken en je hebt eigenlijk afleiding nodig. Er is één heel simpel trucje wat je kunt doen om je ex te vergeten. Je kan in principe vandaag mee beginnen. Dat was wel genoeg spannende inleiding, denk ik. Ik heb het trucje nu wel goed genoeg verkocht. Dit is wat ik wil dat je doet. Ga iemand in je omgeving blij maken. In plaats van dat je de focus op jezelf legt, in plaats van dat je focus legt op je eigen verdriet, in plaats van dat je focus legt op je eigen situatie, richt je je blik nu even naar buiten. En ga je focussen op, ik ga nu even voor iemand anders zorgen. Misschien is het zo dat je eigenlijk al een tijdje wat weinig contact hebt gehad met je moeder. Ga samen met je moeder een stedentripje boeken en ga even met haar weg. Misschien is het zo dat je oma, dat je daar eigenlijk ook wel wat meer aandacht aan zou kunnen geven. En dat je voor haar een aantal keren zou gaan kunnen koken, wat meer tijd doen. Maak gewoon iemand een prioriteit in je leven. Want je gaf voorheen aan die persoon, gaf je heel veel liefde. Je gaf heel veel liefde in de relatie waar je in zat. Dat hoop ik. En die plek is nu net vrijgekomen. En nu kan jij diezelfde liefde aan iemand anders geven. Die ruimte is er. De liefde heb je nog steeds. Nu kan je die liefde eigenlijk verplaatsen op iemand waarvan je vindt, die verdient het wel. Nou, wat gebeurt er? 1, je hebt afleiding. 2, andere mensen blij maken geeft je altijd energie. En 3, die andere persoon is er ook heel erg blij mee. Dus je krijgt ook van die andere persoon weer veel liefde terug. Je gaat je goed voelen over jezelf. Je eigen waarde wordt beter. Kortom, het heeft alleen maar voordelen. Dus als je nu in zo'n situatie zit, zoek iemand in je omgeving waar je om geeft, die je hulp kan gebruiken. En ga iets leuks doen met die persoon. Ga iets liefs doen voor die persoon. En zorg dat je op een of andere manier je liefde kwijt kan. Nou, dat lijkt me simpel genoeg. Het is in ieder geval een rotsituatie waar je in zit. Als je voor de volgende keer ervoor wil zorgen dat je relaties beter worden, dat een man gek op je wordt, dat een man weer verliefd op je wordt, zelfs als het al een tijdje niet zo lekker gaat, als je eigenlijk wil voorkomen dat je weer in deze situatie terechtkomt, klik dan even hier en meld je aan. Wat je dan namelijk krijgt is het nummer 1 geheim om mannen verliefd op je te maken en om mannen helemaal gek op je te maken. Dus als je denkt, dat wil ik weten, dat is handig voor de volgende keer in ieder geval, klik dan hier, meld je aan. Dan zie ik je in de volgende video.